groot feest in ons hart. 16 september. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Psalm 27, vers 4. God blijft er niet onbewogen onder als we met een verbroken hart naar Hem verlangen. Hij komt naar ons toe, neemt de last van de zonde van ons af en vult ons hart met vreugde en dankbaarheid. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Psalm 30, vers 12 en 13. Maar onze blijdschap komt niet alleen voort uit de dankbaarheid die in ons opkomt als we achterom kijken. Ze komt ook voort uit de hoop die in ons opkomt als we vooruitkijken. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Psalm 42, vers 6. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Psalm 130, vers 5. Uiteindelijk verlangt het hart niet naar de goede gaven die God geeft, maar naar God zelf. Als we hem zien, hem kennen en in zijn aanwezigheid verkeren, is het pas echt feest in ons hart. Dan hebben we niets te wensen over. Woorden schieten tekort. We noemen het vreugde, blijdschap, gelukzaligheid. Maar dat is nog veel te zwak uitgedrukt voor zo'n onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Psalm 27, vers 4. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Psalm 16, vers 11. Schep vreugde in de Heere. Psalm 37, vers 4. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.